VHP-assembleelid Cedric van Samson vindt dat het recht voor een ieder moet gelden in de kwestie waarbij er gratie is gevraagd door de daders in de 8 december moorden kwestie. Hij sprak journalisten gisteren na de launch van het landelijk woningbouwprogramma te Charlesburg. Voor de politicus zou het een heel moeilijk besluit zijn indien hij zou moeten beslissen over een kwijtschelding van straf. Kijk, in principe is het geven van gratie niet iets dat je bepaalt vanuit jezelf. Je gaat meer zaken in aanschouwing moeten nemen. En als ik de persoon zou moeten zijn om te bepalen, kijk, ik leef in een rechtsstaat. En dat geeft aan dat het recht dat voor mij geldt ook voor iedere andere burger moet gelden. En het hoogste recht dat iedereen heeft is het recht op leven. En jammer dat de verdachte zoveel mogelijkheden gehad heeft om zijn recht te hebben, die 15 mensen niet hebben gehad. Ze hebben geen kans gehad om hun rechter te raken. Ze hebben geen kans gehad om in hoger beroep te gaan. Ze hebben geen kans gehad om bij verzet. Dus ja, als ik dat zou moeten bepalen, ik leef in een rechtsstaat. Ik zou niet dat recht kunnen geven aan iemand om te bepalen over een ander zijn leven. Dus ja, het is gelukkig geen besluit waar ik over een besluit moet nemen. Maar ik zou dat niet kunnen doen en mezelf in de spiegel aankijken. En zeggen dat ik hetzelfde recht gegeven heb aan alle andere mensen. Omdat die 15 mensen dat recht niet hebben gehad. Van Samson vindt het jammer dat een persoon heeft beslist over de levens van 15 slachtoffers van de decembermoorden in 1982. Hij stelt dat de fase waarin de strafzaak zich nu bevindt niet makkelijk is voor de belanghebbende autoriteiten om beslissingen te nemen.